Ja, Brit, het zijn geen 3 punten geworden, maar 0. Ja, dat is een beetje pijnlijk, nu, zeker direct na de wedstrijd. Omdat we kwamen er toch met een heel goed gevoel na een goede voorbereiding, goede trainingen. Dus we hadden wel gedacht zeker een punt hier mee te nemen, want ja, verplaatsing is altijd moeilijk. Maar ja, het doet wel een beetje pijn. Je komt 2-0 achter door 2 individuele fouten, zei de coach. Ja, ik ga me daar natuurlijk niet over uitspreken, maar ja, het is inderdaad, iedereen moet gewoon vechten voor elkaar. En in de eerste term zijn we te laks geweest. Hebben we niet genoeg voor elkaar gevochten. En vooral ja, het teamverband, ja, de eerste wedstrijd is normaal. Maar ja, we moeten meer voor elkaar vechten en ja, automatisme leren gebruiken. En dat is vandaag te weinig gebruikt. Ja, de tweede helft dan was een heel andere OHL. Veel krachtiger, veel betere passing. Maar dan die laatste pas, die kwam er telkens net niet. Net te kort, net te ver. Naast, ja, het zat echt niet mee. Die 2-2 kwam er maar niet. Ja, ik denk dat we heel goed uit de kleedkamer zijn gekomen. We hebben een paar richtlijnen gekregen ook. En ik denk dat toen iedereen besefte van kijk, allez, het is bijna over. We moeten hier wel iets gaan beginnen. Eerst en tijd hebben we echt te weinig gedaan, dan mentaal ook, dat we dachten van ja, die bal gaat er niet komen of ja, we geloofden er gewoon in. En ja, tweede en tijd, en dan maken we die gelijkmaker en dan nog meer het geloof van ja, kom, het zit erin. En ik vond zeker dat we heel goed meedraaiden, dat wij voetballistisch sterker waren. Oké, duelkracht moet bij ons nog heel veel naar omhoog en dat gaan we in de volgende wedstrijden ook meer nodig hebben. Maar ja, ik vind dat we heel dichterbij waren en we hebben ook een paar mooie kansen gehad. We hebben het gewoon niet afgemaakt. Dan volgende week ja, naar Eva Stienen. Die verliezen vandaag met 1-4 van Gent. Dus ja, dat is een ploeg die lijkt zo'n beetje van onder te moeten bengelen. Maar ja, niets minder waar. Die gaan op revanche willen spelen. Ja, tuurlijk. Maar ik denk als jullie de vraag daar gaan stellen en zeggen van ja, kijk, OHL heeft vandaag 2-1 verloren. Gaan ze misschien ook denken, ah ja, gemakkelijk. Maar we hebben eigenlijk laten zien wie dat we zijn vandaag. En ja, ik denk, je kunt eigenlijk de ploeg niet inschatten omdat je niet weet hoe ze gespeeld hebben. En dat zie je hier ook, want we hebben verloren, maar hebben ons best gedaan. En zeker 2-1 hebben we echt getoond wie dat we waren. Dus ja, volgende week wordt het denk ik ongeveer hetzelfde kaliber. Het is ook een harde wedstrijd. We gaan duelkracht moeten hebben, wat dat we eigenlijk te weinig gebruiken. En Tien is wel gekend om iets meer voetballistisch te hebben als hij is. Dus ja, het zal een uitdaging worden. Ja, jullie zien elkaar elke keer 4 keer op een seizoen. Dat is heel veel. En dan gaan jullie zeker naar het einde toe elkaar heel goed leren kennen. En dat gaan bikkelharde wedstrijden worden. Ja, zoals de coach bij ons zegt. De eerste keer kun je nog een verrassing hebben. Maar vanaf de tweede keer moet je ploeg door en door kennen. Moet je weten van, kijk, tegen die speel ik met die kwaliteiten. En ja, dan vandaag spelen we tegen een aantal spelers. Ik zeker tegen de spitsen. Ik moet die volgende wedstrijd kennen. Als die op het blad staan met hun naam, moet ik weten van, kijk, dat zijn hun kwaliteiten. Dat zijn ja, hun spelmanier. En ja, zeker. Ik denk dat de tweede keer moeten. Want ja, revanche nemen dan.